De Argentijnse regering heeft Emiliano Gabriel Wijsselvis benoemd als een nieuwe ambassadeur voor Suriname. Op 26 augustus overhandigde Wijsselvis zijn geloofsbrieven aan president Santokki. Tijdens de ceremonie benadrukte de president de goede betrekkingen tussen beide landen en het potentieel voor samenwerking in veeteelt, wetenschap, technologie en de olie- en gassector. Ambassadeur Wijsselvis noemde connectiviteit als de grootste uitdaging en sprak zijn ambitie uit om de culturele afstand tussen de landen te verkleinen. President Santokki uitte zijn wens voor verdere strategische samenwerking, vooral op het gebied van klimaatverandering. De SAO heeft op 23 augustus starterspakketten uitgereikt aan deelnemers van het project Roko Fumik Moni in Paramaribo. Deelnemers ontvingen gereedschap passend bij hun vakopleiding. Minister Stephen McAndrew moedigde hen aan om hun vaardigheden te benutten en prees het project voor het ondersteunen van jongeren en vrouwen in hun ontwikkeling. Een bromfietser reed 4 jeugdige voetgangers aan de Efraim Zegenweg, waarbij de 10-jarige SM ter plekke overleed. De andere 3 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De bromfietser, die op dat moment onder invloed van alcohol was, raakte bewusteloos. De aanrijding vond plaats op 24 augustus.